Tony, afgelopen maandag voor het eerst sinds maanden weer op het veld. Dat moet uh, een goed gevoel geven. Ja, zeker. Dat was uh, lang geleden. Uh, ja, zware tijd gehad uh, in de revalidatie. Maar uh, ja, ik ben op de weg terug. Hoe was die periode voor jou? <laughs> ja, dat is uh, kut. KWT. Uh, ja, veel ups en downs. Uh, Dagen gaat dat ik. Uh, dat ik yeah gewoon wel lekker in het proces zat maar ook gewoon echt dagen dat ik uh, zoveel pijn had uh, dat ik eigenlijk ja niet wist wat ik ermee aan moest en uh, ook uh, zeker in het begin wist eigenlijk niemand uh, wat het precies was dus uh, ging zeker 9 à 10 weken overheen voordat ze precies wisten wat er wat er uh, los was en uh, ja daaruit uh, heeft het uh, ja een heel lang proces uh, aan overgehouden Kun je dan nu stellen dat je echt volledig pijnvrij bent? Ja, ja ik ben zeker pijnvrij. En het uh, ja, enige wat, ja, wat, wat er nu aan uh, ontbreekt is uh, wedstrijdritme. Nou, die heb je afgelopen maandag voor een deel weer, uh, weer, weer kunnen opdoen en gelijk een, een assist? Ja, klopt. Dat was uh, persoonlijk wel lekker om, uh, om in te vallen. En uh, nou, van waarde wil ik niet zeggen, maar om, om toch zeg maar, op het uh, scoreformulier zeg maar, te komen uh, door een assist te leveren. Uh, daar ben ik voor en uh, ja, ik hoop dat ik, uh, dat ik er nog veel, uh, veel van uh, kan, kan gaan leveren dit seizoen. Op hoeveel procent van de, van de oude Antonia zit je nu voor, voor je eigen gevoel? Nou ik denk uh, ja, misschien op 70. zo nou, ik, moet, ik moet zeker nog wel uh, wat fitter worden, zeker uh, wedstrijdritme gaan opdoen en uh, fit naar die 90 minuten uh, zeg maar, toe gaan werken. Maar je ziet in trainingen ook, uh, bijvoorbeeld vandaag ook uh, in kleine partijtjes dat ik uh, elke dag weer steeds meer kan. Uh, en, en ja, uh, een beetje afkoppelen naar, uh, naar die andere jongens uh, die mij moeten voeden. Nou, dat, uh, dat, dat loopt wel aardig. Dus uh, ja, ze zetten me ook veel meer aan het werk nu. We kennen jou ook als iemand die heel veel praat, ook met, met, met de jonge jongens. We hebben nu natuurlijk een, ja, echt een hele jonge groep. Hoe ga je daar nu, nu, nu mee om? Ja, ik ben uh, eigenlijk een beetje een van de leiders nu. Uh. En ja, <coughs> ik doe eigenlijk niet heel veel anders dan uh, dat ik voorheen deed. In, uh, in het coachen, uh, langs de kant, uh, in de kleedkamers, uh, tijdens het eten, weet ik veel wat. Ik probeerde gewoon daar waar ik, uh, waar ik kan voor de jongens te zijn. En uh, zij weten ook dat uh, als ze met uh, dingen zitten, dat, uh, dat ze daarmee bij mij kunnen komen. En uh, ja, zo probeer ik gewoon uh, overal uh, in te helpen. Morgen wacht uh, Toppos. wat verwacht je van die wedstrijd? Uh, nou ja, top zit er niet uh, lekker in. Dus uh, ja, zij komen ook deze kant op om, uh, om, om ja, of drie punten te pakken of een punt van ons af te snoepen. Dus uh, ja, het wordt een, uh, wordt een taaie wedstrijd. Uh, lastig wedstrijdje, want ze hebben ook wel wat uh, lastige jongetjes uh, daarin. Met, uh, met een uh, linksbuiten, een spits die ik goed ken, nummer 10. Zijn lastige spelers, Mathieu Ladan, Margarita. Achterin het centrum zijn ook sterke jongens, maar ook zij hebben hun zwaktes. Dus daar moeten we gewoon van gaan profiteren. Als wij hetzelfde leveren als dat zij leveren in de duels, dan denk ik dat wij wel genoeg of meer kwaliteit hebben dan hun om die wedstrijd te winnen. Morgen, wanneer je weer bij de wedstrijdselectie zit, is het ook voor het eerst weer in het rad verleg voor jou ja het is lang geleden man. Ik, uh, ik kijk er zeker naar uit uh, afgelopen wedstrijd uh, tegen Helmond uh, was er al een hele goede sfeer en, uh, ja het snakte daar ik, uh, ik heb die fiches hier gek lopen maken om, uh, om me bij die wedstrijd selectie te zetten en uh, nou ja, uiteindelijk op trainingen heb ik het denk ik wel zelf afgedongen om, uh, en ook een beetje geluk gehad uh, dat kaai rood kreeg uh, dat er een plekje vrij kwam en uh, nou ja, nu met mijn invalbeurt heb ik denk ik wel uh, laten zien dat ik uh, op mijn weg terug ben om van waarde te zijn. Dus je klopt weer aan de deur. Ik klop zeker aan de deur, ja. Tot morgen. Tot morgen hoor.